Indy's Emmen in de pits voor de Indonesische Grand Prix 1976. Hier de Honda en de andere Honda van de heren van Vrede en de heer De Steur. En hier nog even een spandoek voor het circuit wat aan de zee ligt. En dan gaan wij zo direct over en dan ziet u alle ustensielen van de brandweer, et cetera, aan de Castel Toren. Ja, en hier bereiden wij ons voor de start van de groep 1 en 2 met de 1600cc's. Natuurlijk ziet u hier alle Honda Civics. Ja, daar komt Tempot aan met een geweldig mooi mobiel. Dat komt uit Japan, dat is ingevoerd. En hier een, ja, ik geloof dat is een Mazda. En hier komt een Alfa van onze Duitse vriend uit het oosten, dus allemaal uit het oosten. En hier komt een kleine Alfetta doorzetten die, nee, sorry dames en heren, was een Datsun. Het leek allemaal op een Alfetta. Hier komt een kleine Alfa Zuid en hier komt de Honda en de Honda. De heer Bruin voorop en de heer van Vrede achteraan. En de heer van Vrede slaat zo direct linksaf. We zullen het zien, dames en heren, ze pakken andere circuits. Maar de Bruin die denkt dus gewoon eventjes een klein soort circuit te maken. Maar het is allemaal nog niet belangrijk, dames en heren. Het zit er allemaal voor de start. Hier komt de heer van Vrede met zijn Honda Civic. En hier komt nog de Opel. Ik weet niet precies waar hij vandaan is, maar het is een zeer mooi geprepareerd model. En hier ziet u de heer van Vrede met zijn chef-monteur naast de Honda zitten. Dames en heren, u zult straks nog wel het gebrul van deze motor horen. Het is een geweldig machine, dames en heren. Het pakt iedereen en het veegt en vloeit met iedereen aan. Ja, en hier staat het naast de Honda van Bruin van de Puntjak. Ja, dames en heren, hier, Aswin Bakker, of Bakker, zoals hij zichzelf noemt, staat ook op de grid, maar staat toch wel in vijfde positie. En hier gaan zij van start. Dames en heren, het grote moment is gekomen, ik zal u het geluid laten genieten. Ja, en u ziet dat er wordt getrokken, er wordt verscheurd en alles blaast langs elkaar heen. En dat is een 160 SSS. Gaat zelfs bij wijze van spreken via de pits langs alles heen. Het gaat mooi, het gaat mooi, het gaat keihard, dames en heren, stuif, stofwolken, alles gaat op en hier komen ze de eerste bocht links door. Ja, dat was Tjapot voorop en dan komt Aswin Bakker, die tilt zijn linker achterwiel binnen even op en de Toyota. Nog een Toyota en de Opel. Ja, u zou van Opel niet veel verwachten, dames en heren, zo'n geprepareerde auto, daar kunt u alles van wachten. En daar komt de Honda van Vrede doorgespoten, dames en heren. Ja, we zien straks ook wel de heer Jacques De Steur, meneer Jacques De Steur, zoals hij ze graag noemt. Die komt straks ook nog even die bocht heen peddelen. Of ziet hij er niet bij? En dan komt daar een Alfa van onze Oosterbuur. Ja, en nog dat zijn ze bij de vleet, dames en heren. Hier komt weer het Tjapot aanschuren. Dit gaat zo hard. Hoort u dit geluid, dames en heren? Hoort u dit geluid? Ik hoor het niet, maar dat is het niet. En hier komt Aswin Bakker, die komt ook nog doorzetten. Ja, 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 dat gaat geweldig hard. Hier Toyota. Ja, dames en heren, en ik geloof nu dat ik het ga overgeven, want ik zit hier namelijk in een glazen hokje en ik heb toch liever dat onze field reporter u een ooggetuigenverslag geeft van tussen de gasprieten en op de rand van de baan zitten. En hier gaan we dan over onze snare reporter in de buitenkant. U ziet het wel, wij zitten hier in een bijzonder moeilijke bocht. Wij persen en meten ons in alle kanten om het springend grind te ontduiken. Auto's schieten langs ons heen en het is niet makkelijk om altijd in deze positie te zitten. U heeft het al gehoord, onze vorige reporter verslaat meer wielerwedstrijden dan dat die auto's verslaat. De heer van Vrede rijdt namelijk een Honda Special. Dat begrijpt u weer de ballen niet van, die werkende jongeren. U zit hier enige auto's die hier regelmatig voorbij komen. Dit is nog steeds dezelfde race. Dit is een Toyota Corolla, iets uitgebouwd. Kijk, daar heb je die Honda Special die uitgescholden wordt voor Civics. Daar wordt de Civic iets geduwd, maar ja, nee, u weet dat, zo is de sport. Klappie links, klappie rechts. En kijk eens even wat daar aan zand mee gaat. Dat is weer niet goed voor het luchtfiltertje. En meneer AC verkoopt daar weer een heleboel onderdelen aan. U ziet het. Oh, zag u dat? Dat zagen wij. Dat was weer een enorme misserd. Jammer. En jammer, dan hadden we wel zo'n kunnen lachen. Dit is nog steeds gemixt groep 1 en groep 2. Dat is dan wel zo'n groep 1. U weet dat wel. Kijk eens even. Zag u dat? Die touwt er even tussen. Het chique idee. Dit is vuur, dit wouden we graag zien. Voor gekomen deze middag. U ziet dat, kijk eens, handje. Meneer wil niet opzij. Of u maar even de kant wil staan. Banden, alles wordt hier aan de tand gevoeld. Onderdelen, u weet het, olie en ankerbier. U ziet daar de parasol, die staat er niet voor niets. Die staat er natuurlijk om een beetje reclame te maken. Daar schieten ook auto's langs, maar ja, die hebben niets met dat bier te maken. Deze jongen behoren niet te drinken. Deze wel, dat ziet u wel, dat het zakt ook af. Dat bier zit een beetje in de voeten. Maar ja. Daar gaat het in dezelfde bocht, hetzelfde autootje. En we gaan eens even kijken wat er op de toren gebeurt.
Ja, en dames en heren, dan hebben we hier weer de toren. En daar hebben we namelijk een hele mooie uitkijk op deze SS-bochten. Die daar namelijk voor die andere hele moeilijke bocht zat die wij net gezien hebben. En u ziet het hier, zo'n Mazda 808. Die schuift er lekker dwars uit, dames en heren. Ziet u dat het gescheurd, gesleurd. Alles mag, alles kan. En het gaat gewoon hard op hard, tand op tand. En oog omhoog, of wat zeggen we ook alweer. Het water loopt over mijn kiezen. Ik zit in bomen, kijk naar kap, maar dat is voor onze Indonesische vrienden. Ja, kijk, daar komt Tinton, die komt daar met zijn Honda Civic. Ja, dames en heren, die heb ik niet fout, komt die er doorheen zetten. Ja, en u hoort mijn collega van TVRI. Ik zal u even laten genieten van het gesprek van onze vriend uit Indonesië. Heeft u genoten, dan gaan wij nu door. Dan komt Asim Bahar met de Mercedes achter zich aan en de Honda 800. Of de Honda 800, wat zeg ik allemaal, van onze vriend van de Puncak. Kijk eens, hier komen ze achter in de kofferbak gedoken, komen ze daar die bocht heen zetten. Datsens, de kust en de keur, die sleuren van links naar rechts. Ja, dames en heren, u weet, u geeft tegenstuur altijd in de bocht. Tenzij u de andere kant op wil, maar anders geeft u gewoon tegenstuur. Ja, en hier komt de Fiat, die rijdt met airconditioning, dames en heren. En met vleugels, die gaat straks naar Kamayoran en dan vliegt hij weer terug naar Singapore. En hier komt een Honda Civic, ja, dat gaat toch wel lekker. Een Toyota voor u, dames en heren. En we laten u weer even genieten van onze correspondent van TVRI. En hier komt de Honda Special van de heer B. van Vreden. Inderdaad, de Alfa staat aan de kant. Verschrikkelijke toestanden. U weet het, deze tropische temperaturen. De vlag valt, jammer. Onze Alfa zat daar niet bij. Iedereen anders is gearriveerd. En daar zien we de winnaar. De Alfa staat aan de kant met een kokend hoofd. De rijder staat met een kokend hoofd. En de Alfa met een kokende motor. Ja, daar heb je dan de Honda Civic Special. Van de wielerclub. Wij noemen dat gewoon een Honda S800. Wij jongens van de autoclub. Kijk, die vleugel achterop. Lift naar beneden. En dan blijf je aan het rot. U ziet dit. De whiskyfles gaat van hand tot hand. En zo blijven we lachen. Dus heb je het bekkie afwezen. Een whisky. Frankie voor. En dat is toch wel wat. U ziet het. De supporters. De keur. En u ziet het. Kijk eens. Wat gebeurt hier? Ja, er weer opstootjes. Gaan we weer een trein roven? Nee, dat is gewoon prijzenreiking. Wij komen nu hier in de start van de... Ik denk dat dit is de start. Nou, ik zal dat even nakijken op het papier. De start Free for All misschien. Nee, ik zie het al. Dit is de race. De 1600 tot en met 2000 cc plus de Free for All. Ja, en hier dan weer de toren die staat boven de startlijn. Hier ziet u de briljante auto van de heer Sjaak de Steur. Ja, onze coureur van IAT. Ja, u ziet het, een grinnikend hoofd, maar dat lachen zal hem wel vergaan. Ja, grote snor. Hij denkt van, hoe heet ik? Heet ik Jackie Stewart of Graham Hill? Ik weet het allemaal niet, maar Rambut Gondrong. En toch maakt de jongen het wel. Hier gaan wij aan de start en dit is een free for all. Zoals goed mijn collega aan het veld u net gezegd heeft. Klopt dat, collega? Juist, ja, hij knikt van ja. Hij zegt heel verstandig. Kijk, hier gaan wij van start. Hier zit in de stuur hoe hij daar wegtrekt. Hij trekt zelfs voorbij de Honda Special van Vreden. Hoe lukt hem dat? Maar in zijn derde versnelling denk ik toch wel dat hij gepakt wordt. Hier komt Tinton weer met zijn Honda Civic doorzetten. En Aswin Bakker komt er ook weer door. Ja, u ziet het, dames en heren. Hier wordt wel gereden door de stof. Lekker aan zij heen. En ja, hier komt de Honda van Vreden voor de Opel van onze vriend. Ik weet niet wie. En daar komt... Jackpot, die ligt nummer 2, wordt de Toyota Celica van onze vriend naar Malaysia. En 1 gaat op zijn kop staan, dames en heren. U ziet, het is gewoon een geweldige puinhoop, dames en heren. Dat die jongens brengen er ook niks van terecht en ze willen zelfs elkaar op een smoel slaan. Maar er komt wel een baanwachter, zo'n felle Indonesiër zal er wel even opruimen.
Kijk eens, jongens, dat is me toch niks. De ene staat de andere uit te schelden van, wat heb je nou weer gedaan? Maar dat was wel een mooie stunt, dames en heren. We zijn blij dat wij dit op het filmpje hebben, want dat is toch wel iets wat ook bij het racen hoort. De grote klappen, daar komen de mensen uiteindelijk voor. Daar komt de honden nog even langs de puinhoop zetten. Ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Ik zal het u niet verklappen, dames en heren. Want ik heb het gevoel dat een van de twee heren uit Maleisië nog gaat doorracen. Ja, het zijn Chinezen, ze kunnen het niet allemaal zo goed. Maar dat loopt allemaal los. Hier komt nog de Honda van Van Vreden. Die ligt, kom ik nu, op plaats 4. En nu gaan wij over naar onze baanman. En die komt nu weer in het veld. Hier komt hij. Dames en heren, wij hebben hier een klein vraaggesprek met deze jongens van die Celica's. We hebben ze hier op het ogenblik naast ons staan. En ik heb enige vraaggesprek met ze. Jongens uit Maleisië, hoe kan dat nou dat je daar in zo'n linkerbocht gewoon rechtuit gaat? Ja, er stond helemaal...